In deze video ga ik je laten zien hoe je zo'n gezellige granny square haakt. Hoi, ik ben Wendy van wendyshomecollection.com en de auteur van deze haakboeken. Ik krijg regelmatig verzoekjes binnen voor het maken van een video en dat doe ik heel erg graag. Maar één verzoek stak er toch wel met kop en schouders bovenuit en dat was de vraag: hoe haak je een granny square? Nou is dat dus iets wat ik je leer in de basisworkshop Leren Haken met Wendy. En daarom was ik nogal wat twijfelachtig om deze hier te gaan laten zien. Maar in die workshop leer ik je aan de hand van de granny square hoe je een patroon kunt lezen en hoe je een diagram kunt lezen. Dat gaan we dus deze keer niet doen, maar ik ga je wel laten zien hoe je zo'n leuke granny square nu eigenlijk haakt. Pak je garen en je haaknaald en haak gezellig met me mee. Dit is hoe de meest simpele granny square er van dichtbij uitziet. En in granny squares zijn ontzettend veel variaties. Van deze hele gemakkelijke naar veel moeilijker. Een solid square of een square met een cirkel erin. En dit patroon kun je vinden in mijn nieuwste boek, de Winter Collection. Dan zie je een hele deken met deze granny squares erin. Maar we beginnen gewoon bij de basis en dat is deze granny square. Ik ga je van dichtbij laten zien hoe je deze kunt haken. We beginnen met een magic loop. Als je wilt zien hoe je een magic loop maakt, als je dat uitgebreid wilt zien, daar heb ik ook een video over en die zal ik hierboven even voor je neerzetten. Dan kun je dat nog eens nader gaan bekijken. Maar een granny square wordt dus gehaakt in een cirkel. In een magic loop of in een cirkel van 4 lossen. En dan nemen we deze even erbij en dan zie je dat we in cirkeltjes blijven haken en dat kun je hier dus heel goed zien aan de kleuren die gebruikt zijn. Het voorbeeld ga ik nu in één kleur haken. Ik heb de magic loop en ik zet deze vast met een vaste en dan maak ik nog 2 keerlossen. Vervolgens haak ik in de magic loop 2 stokjes. Dan haak ik 2 lossen en dat is de hoek die je hier ziet. En dan haak ik weer 3 stokjes. En dat doe je allemaal in die lus van de magic loop. En hier kun je zien dat die clustertjes, dat er 4 zijn. Dus dat moet ik hier ook doen. Ik heb nu al 2 clustertjes. Dus dan maak ik weer 2 lossen. En het volgende clustertje van 3 stokjes. Dan moet ik nog 1 clustertje, dus weer 2 lossen. En die 2 lossen zijn dus de hoekjes, dat ga je straks zien. En weer 3 stokjes. En dan trekken we de magic loop aan. En dan zie je het eerste vierkantje al ontstaan. Dan heb ik hier nog 1 hoekje nodig, dus dat zijn de laatste 2 lossen. En dan zet ik deze 2 lossen vast met een halve vaste aan de eerste van deze toer. En zo heb ik mijn eerste rondje van de granny square gemaakt. Dat is deze. Nu gaan we verder met wat hier in het roze is. Ik blijf hier nu in 1 kleur werken. En dan ga ik weer omhoog, 3 lossen. En nu moet ik naar die volgende hoek toe. Dus deze laten we even voor wat het is. Die gaan we straks, als we helemaal rond zijn, gaan we die weer oppakken om te sluiten. Dan ga ik naar de volgende hoek toe en daar maak ik 3 stokjes.
Dan gaan we nu weer het hoekje maken van 2 lossen. En omdat de ronden steeds groter worden, heb je ook meer stokjes nodig. Dus we gaan nu in diezelfde hoek van de vorige toer nog 3 stokjes maken. En hier heb je nu al het hoekje gemaakt. Dus dan zie je de vorm al ontstaan. Gaan we door naar het volgende hoekje. Dan maken we weer 3 stokjes. We gaan weer een hoekje om, dus 2 lossen. En weer 3 stokjes. Dan gaan we weer naar het volgende hoekje en daar herhalen we dat weer. 3 stokjes. Twee lossen en weer 3 stokjes. En dan komen we alweer aan bij de laatste hoek. 3 stokjes. Twee lossen. En nu hebben we hier al 1 steek staan. Daar zijn we mee begonnen. Dus hier nog 2 stokjes. En dan halen we deze erbij, dan heb je hier ook weer 3 stokjes. En dat doe ik door in de bovenste lossen daarvan hem door te halen. En dan heb je alles weer bij elkaar. En dan heb je de volgende toer van je granny square klaar. Bij de derde toer, dus hier, zie je dat er ook aan de zijkant een extra clustertje bij komt. En dat gaat als volgt. Je doet weer 3 lossen, dat is dus het eerste stokje. En direct in die ruimte hieronder maak je weer 3 stokjes. Dan ga je naar de volgende hoek. Drie stokjes. We gaan de hoek om met 2 lossen. En weer 3 stokjes. Nou, dat is inmiddels al bekend, want dat heb je de vorige toer ook gedaan. En dan kom je hier nu voor het eerst ook weer zo'n zijkant tegen. Dus het is gewoon de opening die je tegenkomt. En daar maak je dan een cluster in van 3 stokjes. En dan kom je weer bij de volgende hoek aan. Nou, dat wijst zich nu vanzelf, hè? Weer 3 stokjes. De hoek om met 2 lossen. En weer 3 stokjes. Ik haak even verder heel de cirkel rond en dan zie ik je hier weer terug. Ik ben bij de laatste hoek aangekomen. Ik maak nu de laatste 3 stokjes. En dan sluit ik deze cirkel met een halve vaste op de eerste steek. En je ziet, ik heb nu tot en met dit hier gehaakt, maar dan in 1 kleur. Nou, op deze manier kun je oneindig rond blijven haken. Je kunt natuurlijk ook een heleboel kleine vierkantjes maken en daar een deken van maken, een trui, een kussen. Je kunt met deze granny square werkelijk alles maken. Hij wordt overal voor gebruikt. Dit was even een hele kleine inkijk in de wonderenwereld van de granny squares. Ik kan daar nog uren over vertellen en er zijn nog zoveel variaties mogelijk.
Op deze manier kun je in ieder geval een start maken met jouw eerste Granny Square. En wil je het veel uitgebreider leren en ook leren en hoe je die diagrammen van al die crannies kunt lezen, dan verwijs ik je graag naar mijn workshop Leren Haken met Wendy. Daar leer ik je dat allemaal. Maar als je deze video een aantal keer bekijkt, gaat het jou vast ook lukken om op deze manier al jouw eerste granny te haken. De Granny Squares zijn uitermate geschikt voor het verwerken van restjes. In de vorige video liet ik je al zien hoe ik restjes verwerkte in dit vest. Maar ook met crannies kun je daar echt de meest mooie dingen van maken. En daar ga ik je in de video van volgende week meer over vertellen. Hoe pak je zo'n restjesproject nou aan? Waar moet je op letten? En wat zijn nog meer tips die ik voor jou heb? Volgende week ga je dat allemaal zien. Als je deze video leuk vindt, geef hem even een duimpje. Daar help je mijn kanaal heel erg mee. En vergeet je vooral niet te abonneren op dit kanaal. Dan krijg je altijd een berichtje wanneer er weer een nieuwe video verschijnt. Je kunt hier iedere vrijdag een nieuwe video verwachten over Keep It Simple haken en momentjes voor jezelf. Voor nu bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier.